Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag een verjaardagskaart maken. Ook heel goed geschikt voor kinderen, denk ik. Het wordt wel een hele bonte kaart, voor mijn gevoel. Daarbij ga ik deze mal gebruiken. Die heb ik nog nooit gebruikt. Denk, nou pak ik hem er eens bij. Dat is de Stitch Slimline van Kraftlab, de CCL ES CD 544. Wat heb ik gedaan? Ik heb eerst met deze een dubbele kaart uitgestanst. Gewoon crème karton dubbel gevouwen. Deze erop gelegd. Niet helemaal tot het bovenste snijrandje. En dan krijg je gewoon een dubbele kaart. Je kunt hem natuurlijk ook zelf snijden, hè? Maar ik denk, ik gebruik dit keer weer de mal gewoon. Dan heb ik gebruikt van Dutch Doobadoo de Crafty Kit Slimline Happy Hippo. Dat is de 473-005-044. Daar zitten leuke nijlpaadjes in. Ik ga ze toch even laten zien, want ze zijn zo leuk. Kijk, die leuke nijlpaadjes. Zie je dat? Oh. Verkeerd vast. Zo, die. Open bek. Lekker dobberen in het water met een vriendje. Want van Creatief Kraftlab heb je ook wel een nijlpaadje, Henry. Maar ik denk, laat ik dit pakketje eens erbij pakken. En dan heb je ook papier erbij. Slimline formaat. Ene kant streep en de andere kant wat drukken. Meloenen en ananas. Andere kleurstreep met een andere achterkant. Wel vrolijke kleurtjes. En dat is ook wel erg leuk voor kinderen. IJsjes, meloenen. Oh, zo. Dan kan dat aan de kant. Ik heb al wat uitgestanst. En dat is dit. De achterkant. Die gaat hierop. Die kan ik nou al opplakken. Leuke stiksteekrandje. Die gaat hierop. Kijken of die goed zit. Iets naar boven of niet? Hij is een beetje gebobbeld. Zo, maar dat heeft ook wel weer wat. Eigenlijk
Dan heb ik die, even zo noemen, deze en die heb ik uitgestanst uit streepjes papier. En die kunnen er ook al op. Ik doe het vierkant nou beneden, niet boven, zoals in de hier staat. Denk ik, doe het lekker andersom. Ik doe hem nog niet echt vastdrukken. En dan kan ik kijken. Oh, in beeld. Kan ik kijken of het wel goed zit. Nou, die moet dus iets omhoog. En één ding moet ik nog snijden. Even door het snijapparaat halen. Deze heb ik met die andere. Dus met die stiksteek. Kom op. Met die stiksteekrand van deze en de vierkant uitgesneden. En daar wil ik nog die gaatjes uit. Ik denk dat ook gewoon in de video. Anders is de video nog korter. Denk ik. En die gaat hier uit. En hier uit. Dan ga ik even mijn platen pakken. Ik doe er geen magneet. Deze heel even dicht trouwens. Ik doe er geen magneetmat tussen. Want dan drukt hij. Daardoor krijg ik die bobbeltjes. En dat vind ik toch niet zo heel fijn. Sommigen gebruiken hem wel graag. Maar ik niet. En dat is ieder zijn eigen keuze. Dat zeg ik altijd. Die zet ik even vast. Die ook een beetje. Hoeft niet precies in het midden. Kan wel. Ik ga ook niet meten. Zet ik ook vast. En dan ga ik even lawaai maken. En dan heb je het gat ovaal. En hier zit ook een stiksteekje. Is ook leuk. Die wordt hier. Oh, wilde ik bijna het verkeerde wegleggen. Die wordt daar. Die heb ik in zo'n mappie.
Nou, ik wil het even snel doen. En dan gaat het altijd missen. Klopt wel, haastige spoed is zelden goed. Zie, nou ja, dan doe ik hem er straks wel weer in. Anders gaat het nog lang duren. Oké. Okay. Deze moeten dan hierop komen. En dat ga ik met verhoogd tape doen. En ik dacht dat ik dat had klaargelegd. Maar. Ik ben het kwijt. Dan pak ik deze wel even. De slimlijn formaat. Maar ik had ook vierkanten van zulke foamstrips. Nee, maakt ook niet uit. Dan doen we het zo. Die zijn lekker smal. En toch verhoogd. Kijken, onder hoeft eigenlijk niet. Maak ook niet hoe ik het uit hoe ik het opplak trouwens. Oh, helemaal wil ik jou. Ik denk dat ik aan één genoeg heb misschien. Klein stukje. Ik wil toch goed de stevigheid hebben, dat hij wel goed zit. Dus ik doe gewoon hele lijntjes erop. Oh, dan niet genoeg aan hier. Even kijken. Want. Bij dat pakketje zaten leuke nijlpaardjes. En die wil ik hier in opdoen. Dan moet ik denk ik de hoekjes wel even een klein stukje pakken. Meepakken met het foamstrips. Ik hoop dat dit goed komt. Denk ik wel. Bij de andere nog even. Ik hem zo houden. Hier een klein stukje. Plakt goed trouwens. Kom net te kort. Dat is jammer. Heel jammer. Maar goed. Dan pakken we er nog één. Dan moet ik toch eens kijken waar ik hem nou gelaten heb, die andere vormstrips, de vierkanten. Mijn god, ik dacht dat ik hier had liggen. Ha. Nou ja, komt goed. Zijn dezelfde dikte en breedte, alleen ja, in het vierkant.
Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dan denk je dat je iets hebt of je bent iets kwijt. En dan vind je het pas als je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Maar goed. We gaan verder. Ik denk dat we dit wel op kunnen gaan plakken. Even de beschermfolie eraf halen. Dan heb ik ze allemaal gehad. Zo. Kijken of die goed zit. Doe ik het even zo, denk ik. Misschien is dat handiger. Zo, die zit er al op. Die er ook even op plakken. Deze gaat hierin. En die wilde ik eigenlijk met de pootjes eroverheen laten komen. Dus ik ga hier wat inknippen. Ik doe gewoon een klein stukje eerst. Kan ik altijd nog verder knippen. Jij moet eronder. En je moet erboven. Precies goed. Dus die komt hier. En deze. Denk ik niks in knippen dat ik hem zo ga doen. Dat is ook wel schattig. Even kijken. 2 mm tape. Ja. Eerst deze even doen. Want die foamstrips waren 2 mm hoog. En ik wil het even hoog hebben. Dus. Hier nog. Paar kleintjes. Ja, perfect. Ook een beetje schuin. Ja, zo. Zo. Die zit. Dat zie je niet. Even kijken. Dan moet helemaal in plaats van hier niet en het oortje niet. Hier niet en hier niet. Maar eigenlijk helemaal.
bijna op, zie ik. Nog een klein stukje daar. Kijk altijd eerst voordat ik de beschermfolie afhaal of het goed zit. Stel dat het niet goed zit en hij zit al vast, dan kun je het niet meer goed weghalen. Of zal ik hem door doen? Die kant op. Want deze zit zo. Ja, dat ga ik doen. Ja, zo komt hij goed. En dan kan het eraf. Staartje is wel grappig. Zo, doe ik alleen het oortje eroverheen. Hoe? Wat doe ik nou? Hij moet verder naar beneden eigenlijk. Oh. Gaat dat nog? Ja. Ja, dat staartje is ook wel leuk, hè? Ik doe hem toch zo. Zo. Oké, dan heb je een dubbele kaart. Die nijlpaadjes zitten erop. De tekst. Ik kon niet kiezen. Ik heb alvast wat gestempeld. En dat heb ik gedaan met de BLES stamp 413. Drie tekstjes, maar ik weet niet welke tekst ik wil gaan gebruiken. En ik wil niet zo'n strakke tekst eigenlijk. Dus wat ik eigenlijk in mijn hoofd had, is gewoon er rondomheen knippen. Niks uitstansen, niks recht, maar gewoon een beetje knippen. Het hoeft niet altijd perfect. Nou ja, het is misschien wel mooi. Maar altijd perfect hoeft niet. Gewoon zo eromheen. Lekker. Speels. Leek me ook wel een keer leuk. Ik ga ze gewoon alle drie even uitknippen en dan ga ik kijken welke we gaan gebruiken. Gewoon lekker knippen. Hopla. Want ik wist echt nog niet welke tekst. Ik denk, nou dan ga ik vast stempelen. En dan ga ik ze gewoon allemaal uitknippen. Is ook wel leuk zo. Beetje rond. Hoera, het is feest. Zo. En dan gaan we even kijken wat het beste past, wat het leukste is. Of gewoon... Ik denk dat ik deze wel leuk vind.
Zou het leuk zijn als ik er een kleurtje aan geef? Oh, daar komt mijn keuzestress weer, hè? Ben ik nou uit van de tekst? Maar nou weet ik niet of ik dit mooier vind. Ik vind het ook een beetje wittig, cremig. Het is eigenlijk crème. Ik heb nog wat kleine dingetjes wat er ook in zat. Ja, dit is echt wel een leuk kinderkaartje op zich. Van die kleine prutplaatjes. Even kijken. Misschien dat ik daar nog wat van op kan doen. Ik denk dat dat weer te vol wordt. Het is al zo druk eigenlijk, hè? Ik ga er denk ik geen plaatjes op doen. Dat wordt te druk. Zal ik toch gewoon een kleurtje gaan pakken? Ben ik helemaal in beeld, sorry. Even denken. Wat is wel leuk erbij? Pak gewoon wat. Ha. Ik doe één kleur gewoon. Niet helemaal, maar toch dat er wat kleur op zit. Vind ik toch wat leuker. Ja. Dus dit is de Grape Jelly van de Memento. Zo. Ik denk dat ik gewoon zo ga doen. Dan heb ik foamtape nodig. Of zal ik toch die lijntjes doen? Ik ga die lijntjes er weer bij pakken. Er nog wat over.
Even kijken. Hier hoeft alleen bovenin. Misschien past deze wel. Oh. Ja, zo. Is nog net in de kaart. Deze. Even kijken hoor. Ik denk dat ik moet gaan knippen. Want schuin vind ik op het leukst. Ik kan het gaan proberen. Even kijken of die goed zit. Ik denk dat het wel goed blijft vastplakken, dus lijm hoeft denk ik niet. Of wel? Ik denk toch een beetje lijm erop. En anders staat het wel heel ver omhoog. Hier. Zal deze wel goed zitten? We gaan even kijken. Die zit wel goed. Misschien hier. Nee, dat hoeft niet. Zo. Nou. Even schoonmaken. Zo. Ik vind hem voor mijn doen al heel druk. En een bonte toestand. Dus ik ga er niks meer aan doen. Ze zeggen niks meer aan doen. En dan heb je gewoon... een dubbele kaart. Ook leuk voor kinderen. Met de leuke, schattige nijlpaardjes. Die neer kan zetten. Vonden jullie het leuk om naar te kijken? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doeg!